Ik heb hier een hele simpele Joomla 1.5 website en op deze website wil ik je de Modelizer plugin demonstreren. Deze plugin die laat hyperlinks openen in een mooie pop-up of een mooie lightbox. En dat kan handig zijn wanneer je bijvoorbeeld een pagina hebt waarin je mensen wilt laten klikken op algemene voorwaarden of zoiets dergelijks. Maar je wilt niet dat ze van de pagina afgaan. Dus eigenlijk als je met een link klikt, dan moet er een schermpje openen. En men moet dat schermpje ook weer sluiten, zodat men op dezelfde pagina terugkomt. En dat kun je met een pop-up schermpje doen, maar met zo'n lightbox lijkt het allemaal wat mooier. En laten we de plugin eens even aan het werk zetten, dan kun je zien wat ik bedoel. Als je naar de backend van deze website gaat, dan zie je dat ik twee artikelen heb aangemaakt. Het homepage artikel en een artikel met voorwaarden. En voor beide artikelen heb ik een menu item aangemaakt. En die zag je dus ook staan op de website. Kijk, hier home en hier zie je voorwaarden. Nou, een heel simpel testpaginaatje met voorwaarden. Het slaat verder nergens op, maar goed, het is even voor het idee. Ik ga weer terug naar de home knop. En ik ga weer even terug naar de beheerkant van deze website. Ik zal je eerst de plugin even laten zien. Die vind je onder extensies pluginbeheer. En als je dan filtert op modal, dan vind je de System Modelizer plugin. Nou, wanneer je hem installeert, dan werkt hij al meteen al. Hij staat automatisch geactiveerd en ik heb ook helemaal niks aan deze plugin gewijzigd. Ja, het enige wat ik gewijzigd heb is het modal type, wat je hier ziet. En het modal type is het soort lightbox wat geopend wordt wanneer je de plugin gebruikt. Ik heb voor de Joomla Core gekozen. En je hebt nog een aantal andere vormen van lightboxen. Probeer ze maar uit als je dat graag wil. Maar voor mij is nu de Joomla Core genoeg. Voor de rest heb ik er helemaal niks aan gedaan. En hij is nu meteen te gebruiken. En ik zal je laten zien hoe. Ik open het homepage artikel. En ik selecteer ergens in de tekst een woord dat ik aanklikbaar wil maken. En vervolgens klik ik op het hyperlink icoontje. En bij de link URL wil ik het adres naar de voorwaardenpagina invoeren. En ik plak hier de link. En ik zeg insert. Nou, je ziet nu dat dat dit woord aanklikbaar geworden is. En als ik op mijn website dit woord aan zou klikken, dan zou de voorwaardenpagina geopend worden. Gewoon in dezelfde pagina. Maar ik wil dus dat die in een lightbox geopend wordt. Daarom klik ik op de HTML knop. En als ik hier de link opzoek in de HTML code, hier zie je de link. Die herken je aan het begin ahref is. En dan het adres van de pagina waar die naartoe linkt. Als ik achter A typ class is dubbele aanhalingstekens modal, nog een keer dubbele aanhalingstekens spatie, en ik klik op update en vervolgens op toepassen of op opslaan, dan zul je zien dat deze hyperlink geopend wordt in een lightbox. Ik ga terug naar de homepagina en ik klik op de link en je ziet de voorwaarden worden hartstikke leuk geopend in een lightbox. En die kan ik sluiten. En ik ben niet van de pagina af. Ik ben gewoon nog op dezelfde pagina. En zo kun je op een hele leuke, eenvoudige manier met een Modelizer plugin dit mogelijk maken. Nou, je kan het toepassen bijvoorbeeld, wat ik al zei, als jij mensen op iets wil laten klikken. Maar je wilt niet dat ze van de pagina afgaan. En je wilt wel dat de lightbox of de pop-up die geopend wordt, dat er wat mooi uitziet. Dan kun je heel goed deze Modelizer plugin daarvoor gebruiken. Hij is helaas nog niet beschikbaar voor Joomla 1.6. Vandaar dat ik ook op Joomla 1.5 hier deze demonstreer. Ik denk dat het een kwestie van tijd is voordat deze plugin ook geschikt is voor Joomla 1.6. En ik vind hem zelf wel eenvoudig in het gebruik en handig. Dus ik hoop dat jij dat ook vindt. In ieder geval hoop ik dat je dit interessant gevonden hebt. En ik wil je bedanken voor het kijken. Hoi!